De rooikool wordt spannend. Hoezo? Sommige zijn heel goed en andere hebben als verrassing de binnenkant helemaal vol slakken. Weet je dat je heel leuk suikel kan maken met rode kool? Echt waar? Wordt die dan rood? Ja. Weet je, kijk dan, Yvonne. Ja. Het wordt gewoon even pellen. Je houdt maar een klein kooltje over. Ja, dit is ook de tuin, hè? Ja. Niet alles is 100%... Nou, en soms is de buitenkant echt niet wat de binnenkant is. Ja, dus jij, je kon ik nog dacht wel eens... de hele tijd, wauw, die kolen gaan goed. Laten we er een paar meenemen en dan kijken we wel gewoon. Ja, het ruikt wel lekker. Nou, ben ik benieuwd hoeveel we hebben. 3 kilo. Kontjes eraf. Misschien dat we ze even nu wassen. Ja. En dan in 4 snijden, dan gooien we ze door de machine. Zo. De hele kolen. Kijk eens. Dat is toch wel mooi. Dat is prachtig. Gooi jij ze erin? Ja, je kan het natuurlijk ook met de hand snijden. Maar dan ben je wel even bezig, hè? Met zo'n machine gaat net iets makkelijker. Leuk, hè? Dat is heel leuk. Kijk, en nu lijkt het zoveel, hè? Het is hartstikke luchtig natuurlijk. En al die kool zo bij elkaar. Maar zometeen gaat de zout op. En dan gaan we dat masseren. En dan zul je zien dat van dit blijft eigenlijk nog maar zo'n beetje over. Echt? Ja. Oké, hoeveel hadden we net? 3 kilo. 3 kilo. 22,5 gram per kilo zout. Oké, hoeveel was het? 67,5. Dat is heel veel zout eigenlijk. Dat is eigenlijk het enige wat erbij gaat. Maar eigenlijk is het zoutkool in plaats van zuurkool. Ja, dit moet je nu dus gewoon gaan kneden. En eerst is het nog droog, maar je zult heel snel al merken in je handen dat het gaat veranderen van structuur. En als je dit eenmaal gemaakt hebt, kijk, dat proces van fermenteren, dat gaat door in de potten. Hoe langer je hem laat staan, hoe zuurder die wordt. Dus na een week, als die goed gaat, zeg maar, dan ga je al beginnen met proeven. Doe je de pot open, heel klein beetje met een schoon vorkje, proef je even. En als je hem nog niet zuur genoeg vindt, dan laat je hem nog een paar dagen staan. Wordt hij vanzelf zuurder. En als je dan wil dat het stopt, dan zet je die pot gewoon in de koelkast. Dan stopt de fermentatie. En dan heb je zuurkool. Kijk, als je dus goed knijpt, op een gegeven moment komt al dit sap eruit. En daar zit dus ook het zout in. Hè? Dus je spoelt zo meteen ook nog een heleboel zout weg. Je eet dat niet allemaal op. Je moet zorgen dat hij niet te vol komt. Want anders heb je dat het vocht tussen die rubberen ring eruit gaat spuiten. Wat ze ook vaak doen, is aan de bovenkant pakken ze een koolblad, dat knippen ze rond uit en leggen ze bovenop de zuurkool. Dat kunnen we wel doen. Ja. Zullen we nog even een kooltje pakken? Kijk, ga ik de potten al vullen. Wat heel belangrijk is zo, is dat je het heel goed aanstampt. Wat je dan ook krijgt en gelijk ziet, is dat het vocht er weer uitkomt en erboven gaat staan. Ik vind het echt kunstwerkjes. Ja, hè? Zo? Ja, ik zal alleen zorgen dat die... Nog verder? Ja, dat die onder het sap zit. Perfect. Daar gaat hij. Dat ziet er echt prachtig uit, joh. Zuurkool van onze boerderij. Ja. Dit was wel het simpelste eigenlijk. Ah, ik vond die pompoempje het ook wel kunnen, hoor.